Hector Heuvel, vandaag bekend geworden dat je naar Larnaca gaat. Ja, blij mee neem ik aan. Ja, hartstikke blij mee natuurlijk. Het is toch weer een stap in mijn carrière. En ja, in principe ook weer voor mij een stap vooruit. Dus ik ben hartstikke blij dat dit door is gegaan. Het is misschien Cyprus niet het meest voor de hand liggende land. Hoe is het zo tot stand gekomen, dat contact tussen de clubs? Ja, gewoon via zaakwaarnemer. Ja, de club heeft beelden van mij gezien. En ja, die waren hartstikke positief. En toen gingen ze informeren. En ja, dat ging zo steeds verder. En nou ja, wat je zegt, Cyprus in principe, tenminste op het eerste oog denk je van ja, misschien een beetje raar. Maar het is toch wel een hele goede club, gewoon een topclub daar zo. En nou, die draaien ja, voor het kampioenschap mee en voor de beker mee. Misschien ook wel Europees voetbal, dus op zich klinkt het allemaal niet zo gek. Ja, en het weer is natuurlijk ook een stukje beter dan hier in Nederland. Ja, dat zeker weten. Het is nu volgens mij daar 18 graden al, dus ja, hartstikke lekker weer. Maar daar kom ik niet voor, ik ga voor het voetbal. Dus, Je hebt er veel zin in uiteraard. Als je terugkijkt op de periode bij ADO Den Haag, heb je best een tijd gezeten, inclusief de jeugdopleiding. Wat zijn er bepaalde momenten die er voor jou uitspringen? Ja, zoals je zegt, ik heb hier lang gezeten. Dus nu was mijn 13e jaar dit, dus dat was een tijdje. Er zijn natuurlijk hartstikke veel momenten die je meeneemt vanuit de jeugd. Wat je al die wedstrijden hebt gespeeld, de trainers. En dan kom je uiteindelijk bij het eerste. Nou, dat verliep wat moeizaam aan het begin. Je maakt wel je debuut op je 18e. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi moment. Daarna verliep het wat moeizaam, niet veel spelen en zo. En ja, nu speelde ik juist wel. Ja, en dan komen deze mooie kansen voorbij. En ik denk dat je dan deze mooie kans moet grijpen. Want voor de duidelijkheid, jouw contract liep deze zomer af, hè, bij ADO Den Haag. Ja, mijn contract liep deze zomer af. Dus dat. Ik zou zeggen, heel veel plezier en succes op Cyprus. Ja, hartstikke bedankt.